Hoe is het met je? Ja. Nog pijn? Ja, nee, een beetje lach van mijn rug. Ja, je viel best hoog, viel je naar beneden. Nee. Ja, gelukkig was de ambu er heel vlug bij. Ja, dat is maar top. Wacht, ik zal hem even van het slot afhalen. Waar ben je? Ik ben bij Mo en Zonen. Ja. Oh ja, daar kom ik eraan. Ik ben echt... Ja, ik ga naar de range. Zo. Hé, hey, hoezo ga je naar de range? Ja, gewoon. Daar is blijkt Lingling te zijn. Die heeft mij uitgenodigd. Hey. Ik vind het een goede trade, jongens. Dit trouwens. Ben jij dit? Ja, ik ook, best. Man. Is goed, yes. Man. Is niet eens mijn auto, maar goed. Dit is top. Ik ga nu naar de range. Auw! Oh mijn god. Waarom sta je midden op het kruispunt stil? Oh. Oh mijn god, idioot. Oh. Dan ben ik wel sneller. Nee! Hey. Top, kom ik weer snel bij de range. Jij mag mijn auto hebben. Zie ik je bij de range, show of? Oh, help. Domme, mijn hele rug weer naar de tiefenschipper of raapje gaat. Nou, weer aangereden. Ja, waarom ga je ook stilstaan? Ik vraag me af, Vince er is. Nee, Vince is er dus niet. Ling, heb jij het nummer van Vince? Ja, ja toevallig wel. Nou, jullie allebei. What the fuck? Hey, pas op. Hey, je hebt echt kapot snelle auto, man. Dat moet ik eerlijk zeggen. Ja, hij is snel, hè. Steek zijn banden lek dan. Okay. Ik wou net zeggen, doe dat, ja. Oh, jemig. Nick, kun je meekomen? Hoezo? Omdat ik het vraag, kun je meekomen? Ja, maar omdat jij het vraagt. Makkers is hoezo? Er wel. Makkers is er wel. Ik vond het heel erg gezellig. Ja, prima. Ga je mee, Makkers? Oh, jemig. Ja, deze kant zeg jij. Of niet? Waar wil je nou heen? Kom maar even hier, hè. Nee, ik vind het eigenlijk fijner achterop. Oh! Ik vind het fijner achterop, blijf maar weg, Wouter. Ik heb een VTA openstaan. Ja, weg hier, weg hier. Gooi weg de hier. Wat? Ik heb een VTA openstaan. Ja, dan gaat het altijd over. Daar heb ik nooit zin in. Nou, gelukkig kunnen ze me niet herkennen, want ik zie er echt uit, jongen. Nee, ik ben wel herkenbaar. Maar ik heb al zo lang een VTA openstaan, jongen. Ik heb eigenlijk echt geen zin meer in. Ik ken nog iemand die dat heeft. Richard Koekjes. Richard Koekjes? Ja, weet je wat hij gedaan heeft? Nou? Heeft een juwelier overval gedaan. Nou, dat meen je. Weet je wel de domme manier ik al weg ben gekomen van mijn VTA? Oh, deze gast heb ik net ontmoet. Hey, de skateboardman. Ja, en ik deed een zieke flip en hij zag het. Hé, hey, mijn auto. Oh. Daar heb je hem weer. Dat is mijn auto. Nee. Helemaal. Bevalt hij een beetje? Ja, best wel, ja. Ja, top, jongens. Ik heb overnemen. Makkers, dit is Richard. Ja? Richard, dit is Makkers. Ik heb twee mensen waar ik heel goed contact mee heb, die jij toevallig wel wilt hebben. Is dat zo? Ja, maar van de ene persoon moet ik zeggen dat je corrupt bent. Ach, meneer Van Plakkers. Hoe weet je dat? Oh, hoe weet je dat nou? Ja, maar meneer Van Plakkers mij corrupt vindt, maar dat ben ik absoluut niet. Ja, ik ben aan het bellen met de corrupte... Hey, Rick! Meneer Van Plakkers! Hey, topagent. Eerlijk, goud eerlijk agent dat je bent. Hoe is het? Wat wil je? Ja, ik ben druk met een training bezig, dus ik heb geen tijd. Ja, ik ben niet in dienst. Tot hoe laat is je training? Tot hoe laat mijn training is? Tot 8:30 ongeveer. Ben je daarna in dienst? Daarna? Nee, dan heb ik overleg. Ben je daarna in dienst? Misschien. Dat weet ik nog niet. Dat ligt eraan hoe lang mijn overleg duurt. Ja, ik heb nog wel een leuk dealtje voor je. Een leuke deal? Ja, maar ik doe niet aan deal met criminelen. Hoezo? Wij hebben laatst nog een deal gedaan. Wij hebben helemaal geen deal gedaan. Nee, dat snap ik niet. Luister, jij hebt mij extreem, maar dan ook echt extreem zwart afgeschilderd. Rick? Dat is niet waar. Ja, dat vind ik niet leuk Van Plakkers. Dat je nou zo doet. Dat vind ik nou niet leuk dat je zo doet. Nee, dat zal. Jongen. Hey, luister, ik kan bij deze ook een tap op je starten. Hè? Gewoon kijken waar je bent en dan kom ik je gewoon aan laten houden. Ik ben op Blokkenpark. Ja. Okay, maar dat is ook waarom ik je bel. Dat is, je wil je aan laten houden. Nee, maar ik denk misschien kunnen we dit oplossen. Als volwassenen. Nou ja, als jij je aankomt geven op het bureau, dan kunnen we dit inderdaad goed oplossen als volwassenen. Nee, maar dan ga ik naar de gevangenis en dan weet ja, maar dat ga je toch wel. Nee, niet als we het oplossen als volwassenen. Ja, maar we kunnen dit niet meer oplossen, want je hebt je al dusdanig strafbaar gemaakt aan allerlei feiten dat jij echt de bak in gaat. Waarom? Ik heb niks gedaan. Ik heb echt niks gedaan. Vrijheid, dat heb ik gedaan. Niks ervan. Jawel. Ik vind het vrij, man. Niks anders. Ja, dus jij bent alles behalve een vrij man. Jawel. Ik beslis zelf waar ik heen rijd. En kijk, als nou een man in een kostuum, hoe moet ik nou weten of het een echt agent of een nepagent is? Ja. Nee, het slaat helemaal nergens op. Nee, exact. Wat je nu zegt. Exact. Nee, wat je nu zegt. Nee, wat jij nu zegt. Nee. Meneer Van Plakkers, ik ga verder, want ik ben echt met een training bezig. Tot ziens. Yes, dan hebben we zo'n dealtje. Orkoen mag de hele dag mijn auto hebben. Wat ben je aan het doen? Weet ik... Oh, geen ik idee. Ik hoor je slecht. Ja, ik hoor jou ook niet zo goed. Wat doe je? Mag ik weer... Oh, nee. Jemig. Oh, shit. Oh, nee. Wat doe ik nou? Kut lul. Wat doe ik nou? Kut lul. Ik heb je nou het greep. Ah, wat liggen we lief. Wat liggen we lief, Ling. Gaat goed, Ling, dit? Ja.
Ga top zo met je auto. Ja. Vooral snel en zo. Ja. Ja, dit schiet op zo. Het is goed voor je velgen, dit. Ik heb VTA opgestaan. Zouden ze me zo vinden, denk je? Nee. Vince, waar ben je? Ja, ik moet echt over 5 minuten weg zijn. Hè. Dus, hij moet over 5 minuten weg. Maar waar ben je? Pitolet. Waar is Pitolet. Waar is dat? Nee, dat is een heel klein broodje. Ja, waar ben je? Ik ga nu langs Pokkenpark. Bro, oh ja, we zijn er echt binnen, echt. Ik ga je nu alweer vet. Nee, sta stil ja, dan. Ik rij nu uit Blokkenpark. Tankstation. Omdraaien. Tankstation. Gast op die lolly. Dat is oh hem. Ja, achter je. Dit is hem. Spreek nu tegen de hersenloze. Nee, jij. Dit is hersenloze. Nee. Staan blijven. Nee. Wie ik ben hersenloze. Nee. Ik sta nu bij jou in, Vince. Je hebt een tijd voor een lang broodje. Kut, te laat. Huh? Wat? Ik zat al. Hoe ben ik nou weer uitgestapt? Ik wil letterlijk alleen je nummer. Daarom ben ik hier. Ik mis je, Vince. Hoe schrijf je Vince? V-I-N-C-E. V-I-N-S. V-I-N-C-E. V-I-N-S. C-E. Ja, staat erin. Sabbe! Maka. M-A-K. F-A-K. Nee, M-A-K. Dat meen ik niet. Gewoon mak. M-L-A-P-E-R. V-I-E-M-E-L. Nee, M-L-A-P-E-R. V-I-E. M-L-A-P-E-I-R. Oké, P-I-E-M-E-L. M-P-L-H-A-J-E-R. P-I-E-M-E-L. Oké. Heb je hem? Ja, oké. Okay. Top. Kom maar zeker ze neer. Kom maar zeker ze neer. Hey man. Hey. Je bent ook deze een auto is echt legendarisch. Oh, Max, ze nog aan bij je mixen. Waar? Ik moet wel eerst even naar het ziekenhuis. Ja, prima. Ik huur ik ook met mijn skateboard met mijn BMX. We okay, kunnen dan naar zie ik je bij het ziekenhuis, oké? Okay? Ja? Ik kom nu zo meteen doekje op. Au! What the fuck, yeah. Hey, Marcus! Au, dat deed pijn. Wat nu? Ja, niks. Ik ben toch onderweg naar het ziekenhuis. Kan je me erin brengen? Ja, vooruit dan maar. Oké, okay, top. Mijn bumper hangt een beetje los. Nee, helemaal niet. What the fuck, yeah. Nee, oprecht. Nee, ik zie hem loshangen. Hij zit zo vast als fucking... Als scheid, want hij hangt los. Kut, volgens mij komen de agenten eraan. Oftewel snel. De lift in. Lift gebruiken. Klinische afdeling. Ga een andere uitgang gebruiken, want ik zag agenten staan. Oh mijn god, dit is helemaal geglitcht. Dit is helemaal geglitcht. Wat kut dit. Ik ga Wouter vragen of de agenten al weg zijn. Waar ben je nou dan? Ja, in het ziekenhuis, maar er stonden allemaal agenten en die kwamen naar binnen lopen. Dus ik was even naar een andere afdeling gevlucht, maar nu durf ik niet naar buiten. Kan jij kijken voor mij of er nog agenten zijn bij het ziekenhuis? Je moet op die ene afdeling. Op de, voor mij was dat de tweede, eerste. De klinische. Ja, dan kan je uiteindelijk naar buiten. Daar zie je helemaal niks meer. Dan zit je op de bovenste verdieping en dan zie je letterlijk niks. Ik kan wel gewoon rennen naar via de andere uitgang naar buiten. Dat bedoel ik. Je bedoelt die zijuitgang bedoel ik, hè? Wat zei je? Dat is zo'n zijuitgang. Ja, oh, wacht. Ik ren dus juist langs een agent. Dus ik ren nu even heel snel door naar buiten. Zo, ik ben weer weg. Kom eraan, oké? Holy shit! Oh. Heb je dit ooit wel eens met skateboard gezien? Ik heb ook nog nooit zo'n skateboard gezien, joh. Ja! Kunnen we niet politie gaan irriteren? Wow! Hey, Marcus van Pij, man. Hey. Je auto staat op Blokkenpark garage, man. Met aan die einde. Ga je een goede recensie achterlaten, of? Waar? Over mijn auto. Waar? Ja, weet ik veel. Een briefje die je bij de auto legt. Nee, niet erop, man. Hoezo? Ik zeg toch dat die alweer op zijn plek staan. Je moet geen fucking verhuurbedrijf, man. Hey, ik wil gewoon een goede recensie, jongen. Waarom moet jij recensie? Ja, geen fucking bedrijf jij niet nodig hebt. Nee, maar dat vind ik voor mezelf leuk. Oké, nou, mooie auto, man. Thanks. Dikke pluim voor. What the fuck? Hey, spreek ik met. Hoe heet hij ook alweer? Jan. Ja. Ozer, ik ben echt legit ziek. Ik kan echt niet heel erg veel leuke stemmen doen. Dus ik ben nu even Edward. Kut, joh. Ik ben bij skatepark. Je bent echt veranderd, man. Ja, wat? Wat moet ik dan weten? Nou, gewoon bij skatepark bij politiebureau. Ik dacht, okay. Ik kom lekker skaten. Ja, dat is mooi. Gezellig. Nee, leuk. Kijk, het was een uitnodiging. Ik wilde je gewoon erbij hebben. Mag ik jouw neus dan als ramp gebruiken? Nou, die is wel heel stijl, hoor. Ja, precies. Ik denk dat het misschien nog een stapje te hoog is voor jou. Halverwege eraf springen. Hier ergens. Maar waar dat kan. Oh! Oh, er is iemand gesneuveld. Er is iemand gesneuveld. Oh, is Wouter gesneuveld? Wouter. Oh, het is Wouter maar. Oh, mijn god. Oh! Wow! Geen Roy.
Weet ik niet. Blijf staan. Ik kom niet meer opstaan. Laat me opstaan! Ja! Nee! Ja! Nee! De ambulance, de ambulance. Ja. Hij ligt daar. Oh mijn god. Hier, volg mij maar. Ik ben wel heel snel. Jemig. Oh. Zo! Wow! Ik heb bonnetjes rook. Wacht. Er zijn die agenten. Hallo? Heren. Hallo? Meneer, ik kan u even oppassen. Ik heb een 50 kaliber sniper in mijn hand en ik ben aan het mikken. Ja, dat zal wel. Hey, heren, kom even naar beneden alsjeblieft. Jij gaat eerst. Ja, kom even naar beneden alsjeblieft, alle drie. Oké, okay, kom maar aan. Ja, met Spike Jasje aan. Ja, die nu nog boven staat. Oh. Oeh, jongens, daar gaan we. Daar gaan we. Daar gaan we. Daar gaan we. Dan gaan we. Dan gaan we in de achtervolging. In de achtervolging. In de achtervolging. Staan blijven nu. Op de grond. Auw. Gaat het, meneer? Yes. Aangehouden. We hebben hem. We hebben hem. Emo Theo.